Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik mijn haar proberen roze te krijgen. Ik ga niet voor intens neonroze, maar ik ga voor een beetje pastel. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb een speciaal spulletje ervoor gekocht. Dus ja, laten we snel gaan beginnen. Zoals je misschien wel kan zien, heb ik mijn haar geknipt. Ik heb echt iets van 15 centimeter afgehaald. En ja, ik vind het leuk. Alleen zijn mijn krullen niet echt meer wat het zeg maar is geweest. Omdat mijn haar gewoon compleet doodgeblondeerd is. Dus ja, het is gewoon niet meer zo mooi als dat het anders zou zijn. Maar goed, ik draag toch niet heel vaak mijn eigen krullen. Ik föhn het gewoon heel erg vaak zeg maar glad met de ronde borstel. Dus ja, wat ik nu van plan ben is om het pastel roze te maken. Maar wat mij zeg maar een beetje beangstigt is wat je misschien al wel kan zien als je zo kijkt. Is dat niet elke pluk zeg maar hetzelfde is. Dus mijn voorste plukken die zijn wat lichter. Ja, het heeft zeg maar hier ook weer wat plukken die in het midden dan weer wat lichter zijn. En onderop is het dan weer donkerder. Ja, dat krijg je als je hetzelfde doet. Kijk, ik ga gewoon niet elke zoveel maanden 300 euro bij een kapper uitgeven. Ik doe het gewoon liever zelf. Maar goed, dan krijg je dus dit. Ik zit er zelf niet mee. Ik vind het gewoon prima netjes. Het valt niet heel erg op. Maar als je dus zoiets gaat gebruiken met een kleur, dan kan het dus wel rare dingen gaan opleveren. Dus dit is echt een experiment. En oh, moet ik dit wel doen? Vast niet, maar we gaan het gewoon doen. Dus het leek me ook leuk om het dan ja, te filmen. Zodat jullie ook kunnen meegenieten. En eventueel kunnen meelachen als het straks echt zwaar mislukt. Wat ik heb gekocht is dit. De Indola Color Blaster. Dit is de kleur nummer 2 Willow. Zoals je kan zien is dit een beetje pastelroze. Ik moest wel lachen, want ze hebben echt een hele lijn met echt 10 of 14 kleuren of zo. En ze hebben allemaal de naam van Instagram filters. Dus je hebt Nashville, Willow, Aiden, Sierra. Weet je, al die namen van je Instagram filters. Zo hebben die dingen zeg maar ook een naam. Een beetje apart, maar ja, oké. Okay. Ik heb zeg maar wel een beetje research gedaan van ik wil een roze kleurspoeling die niet permanent is. Er stonden heel veel goede reviews bij. En ook reviews bij mensen die zeg maar echt kapot gebleekt haar hebben. Dat het dan alsnog pakt. En weet je, in het ergste geval, dat zei ik net ook al tegen Charlotte. Ik zeg, het is 10 wasbeurten blijft dit zitten. Dus in het ergste geval, als ik het echt walgelijk vind, doe ik gewoon 5 dagen lang, 2 keer per dag mijn haar wassen. En dan ben ik er gewoon met 5 dagen weer vanaf. Dus ja, dit is mijn haar voor. Ik gebruik voor de zekerheid wel een handschoentje. Want ik had wel gelezen dat je nagels en zo ook meekleuren. Het is een kleurcreme spoeling dit trouwens. Of een pigmented conditioner. Zo ziet het eruit. Het ruikt super lekker. Het ruikt gewoon naar een normale haarconditioner zeg maar. Weet je waar ik aan zit te denken? Om die wittere plukjes aan de voorkant wat later te doen. Dat is wel grappig. Je kan precies zien welke plukjes zo wit geblondeerd zijn. Dat zijn die plukjes die helemaal glad zijn. Dus daar zijn mijn krullen zeg maar het minst mooi, weet je. Ik ga die even apart houden. Want ik ben gewoon bang dat het daar gewoon te heftig gaat worden. Auw. Wie prikt er ook altijd in zijn tandvlees? Als je zo'n bobbypin tussen je tanden doet. We gaan het doen. Let's go. Je zou dit ook op zich wel in plukjes kunnen doen, denk ik. Of gewoon onder, wat is het? Ombre. Maar ain't nobody got energy for that. Oh ja, en trouwens, dit pakt alleen op blond haar, heb ik gelezen. Dus als je echt donkerblond haar hebt of lichtbruin, dan zie je gewoon niks. Dus je moet echt, ja, het liefst hoe lichter, hoe beter. Want dit is nogmaals gewoon echt een ja, simpel spoelinkje. Dus ik denk als je echt met wat donkerder haar roze wil hebben, volgens mij moet je het sowieso altijd wel gewoon eerst bleken. Goed aan de achterkant, zo. Oké, jullie hebben zelf gezien wat er gebeurde. Mijn camera is gevallen en is kapot. En zit ook helemaal onder de roze conditioner. Alles zit onder. Helemaal toppie. Dus ik heb gelukkig nog mijn oude camera
van beneden kunnen pakken. Oké, dus als het beeld er nu ineens een beetje anders uitziet, ja. Oké, dus ik heb alles even goed aangebracht, behalve dat voorste plukje. En ik heb alles met die haarborstel even goed doorgeborsteld. Ik heb het idee dat het dan wat, ja, hoe zeg je dat, wat meer verspreid is. Wat wel echt super irritant is, is dat pompje. Want je bent echt 1000 keer aan het pompen, daar word je helemaal niet goed van. En toen dacht ik net, oh ja, wacht even, ik kan er ook gaan afschroeven. Wat ik heb besloten, is dat ik even een minuscuul plukje aan die zijkant heb gepakt ervan. En dat ik dit roze ga maken. Dit laat ik nog even blond. Gewoon puur omdat ik dan kan zien hoe dit uitpakt. Zo. Oké, het heeft er nu, oh, je kan het op de klok zien. Ik denk wel 20 minuten ingezeten of zo. Dus ik ga dit nu uitspoelen. Oké, ik heb het gevoel dat je niet echt heel veel gaat zien. Maar goed, we gaan het zien. Ik ga hier deze pluk eventjes vullen, denk ik. En dan heb ik ook gelijk een plukje van dat blond mee. Dus dan kunnen we het mooi vergelijken. Ik ben trouwens zo slim geweest om dat roze spul niet gelijk van mijn muur af te halen. En nu is het opgedroogd. Dus als dit zwaar mislukt, dan word ik voor altijd herinnerd aan dit gefilde experiment. Dankzij mijn muur. Oké, dan gaan we eventjes goed voor het raam zitten, zodat jullie het goed kunnen zien. Je ziet wel degelijk verschil. Oeh, kijk nou, wat cool. Dit is echt heel gaaf. Ik zie nou niet echt dat dat ene stukje veel meer roze is geworden of zo, zie je? Dus ik denk dat ik dat ook gewoon kan meeverven. Leuk, maar is het genoeg of wil ik nog meer? Wil ik dat het nog roze? Ja, want ik denk dat als je het 1 keer was, dat het alweer gewoon zo wat eruit is. Weet je wat ik ga doen? Ik ga nu op dit natte haar gewoon nog een keer een laagje doen. En dat laat ik 10 minuten intrekken. Nou, ik zie nu al dat het al wat meer kleur begint te krijgen. Dus ik denk dat je dit dus toch kan opbouwen inderdaad met laagjes. Ik ga ondertussen even mijn nagels doen, denk ik. Ik heb dit gekocht bij de Primark. Dit zijn van die plaknagels, zeg maar. 100 stuks met lijm zit erbij. En ik heb dan zwarte nagellak gekocht voor erbij. En een topcoat. Dus gewoon wat lekker niet in de lamp hoeft, weet je wel. Zoals jullie misschien weten, doe ik heel vaak mijn eigen nagels zelf met acrylgel van AliExpress. Maar sommige mensen hebben er gewoon geen zin in. Ik ga straks ook al mijn haar feunen. Dat kost me zoveel energie dat ik niet allebei kan doen. Dus ik ga nu gewoon kijken of dit wat is. Ik heb gewoon zin in zwarte lange nagels. En ja, dan is dit een hele snelle optie. Oh mijn god, ik open hem gewoon bijna op zijn kop. Weet je wel, dat is gewoon alles eruit donderd. Oh, 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 het gaat nog net goed. Dit zijn de nagels zonder nagellak erop. Kijk hoe schuin ik deze heb gezet. Oh, volgelijk. Maar maakt niet uit, ik ga die puntjes toch afknippen. Dit is zeg maar zo, dit vind ik mooi met je coffin. Achtig. En ik heb ze even ontvet en ik heb ze even kort opgeruild met een blokvel, hoe heet zo'n ding, zo eentje. En dan vastgeplakt. Ze zijn geknipt, ik ga nu maar haar uitspoelen. Een hele goede morgen. Het is nu de volgende dag. En het is nu weer dag. Auw! Gooi mijn halve vel eraf. Het is nu weer daglicht. Dus ik dacht, ik wacht gewoon tot vandaag, zeg maar, met het resultaat. Nou, zoals je kan zien, is dit het resultaat. Ik heb vanochtend dit voorste plukje nog een keer gedaan. Maar dan terwijl het, zeg maar, droog was. Want zoals je gisteren kon zien bij de föhnbeelden, dat, ja, het had gewoon niet echt goed gepakt op dat voorste plukje. Maar ik denk dus dat dat komt omdat het nat was.
Dus wat ik volgende keer ga doen is dit zeg maar gewoon vanaf nu bijhouden. Elke week, totdat ik het zat ben. En dan ga ik het gewoon op droog haar doen. Dus ik heb het idee dat het dan wat beter pakt. Ja, dus dit is eigenlijk het resultaat. Ik ben er enorm blij mee. Alleen ja, waar ik al bang voor was aan het begin van de video ook vertelde, is dat die plekken waar het niet enorm gebleekt is, dat het daar dus ook niet heel erg goed heeft gepakt. Dus dit gedeelte is het heel erg beschadigd en gebleekt. Mijn haar, daar heeft het gewoon beter gepakt. Ik vind het niet storend, want het is gewoon zo licht dat het zeg maar wel gemalleerd mag zijn, weet je wel. Dat vind ik helemaal niet erg. Ik vind het mooi. Maar als ik mocht kiezen, dan had ik liever gehad dat het allemaal, ja, net wat meer roze was geweest. Maar ik vind het heel erg gaaf. Oh ja, wat ik trouwens echt super vaag vind. Dus ik heb zeg maar die handschoentjes gebruikt gisteren toch, om het mee in te smeren. En toen ik gisteren mijn haar ging uitspoelen, toen zaten er zeg maar wat van die haren op die handschoen. Omdat ik natuurlijk door mijn haar heen was gaan wrijven. En kijk die kleur van die haren. Dat is gewoon echt gewoon neon hot pink. Dit zijn losse haren die zeg maar op die handschoen zaten. Dus waarom zijn deze losse haren wel hot pink geworden en mijn eigen haar niet? Want dit heb ik een paar minuten daarvoor eigenlijk uit mijn haar gekamd, zeg maar. Dus, en haar is sowieso al dood. Dus het is niet van dat dit dood is en dit niet. Want haar leeft sowieso niet. Dus heel vreemd. Ik weet niet wie mij dit kan uitleggen waarom die losse haren wel zo'n neonkleur hebben. Maar goed, ik ben blij dat het niet neon is geworden, want dat wilde ik niet. Ik wilde pastel, daar niet van. Maar het is gewoon een mysterie. Ja, dus dit is het resultaat, lieve mensen. Ik zal nog even een beetje omdraaien, zodat jullie het goed kunnen zien. En wat ik trouwens ook nog heel erg fijn vind hieraan is dat het heerlijk ruikt. Het laat mijn haar echt enorm zacht worden. Dus dit is gewoon echt een aanrader wat dat betreft. Ja, het is gewoon echt een kleur conditioner inderdaad. Dus ja, dan weet je ook een beetje zeg maar voor als jij dit wil uitproberen. Je moet gewoon echt heel erg lichtblond haar hebben, anders gebeurt er gewoon niks. Want kijk bijvoorbeeld naar mijn uitgroei. Daar is gewoon niks gebeurd. En een beetje op die, hoe zeg je dat, waar de overgang is van mijn uitgroei naar het gebleekte. Dat is een beetje koperachtig geworden. Of meer een beetje strawberry blond of zo. Oké, een paar dagen later zat het me toch niet helemaal lekker. Ik denk van nou, ik wil er toch echt alles uithalen. Dus wat ik heb gedaan is die puntjes waar het niet echt heeft gepakt, een klein beetje bijgebleekt. Dus ik heb weer 9% developer gebruikt. En gewoon van dat blauwe blondeerpoeder. En dan echt 5 minuutjes even op die puntjes laten zitten. Nou, en toen waren die puntjes dus wat meer gebleekt. En was mijn haar dus wat egaler. En toen heb ik dus weer de roze kleurconditioner erop gedaan op droog haar. En toen was dit dus het resultaat. Dus dat was echt veel heftiger, veel intenser. Dit was zelfs een beetje te intens naar mijn wens. Dus ik heb het hierna weer een keertje gewassen. En toen was het weer wat meer pastel. Maar dus veel egaler. Dus toen was ik er echt heel erg tevreden mee. Dacht ik, laat het toch ook nog even zien. Dus ja, ik vond het heel erg leuk om dit uit te proberen. Let me know wat jullie ervan vinden. Hoe jullie dit vinden staan. Ja, ik vind het gewoon fantastisch. Dankjewel weer voor het kijken. Ik vond het heel erg leuk om dit samen met jullie op camera uit te gaan proberen. Doe een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. Abonneer je natuurlijk gratis. En tot de volgende video. Doei doei!